Maandenlang is de wedstrijd Nederland-België in het Olympisch Stadion in Amsterdam geadverteerd als de wedstrijd van de eeuw. En dat moest dus wel op een teleurstelling uitlopen. Al werd de zilvervloot dan nog net op het nippertje binnengehaald. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door angstig spel van de Belgen en door het missen van een groot aantal kansen aan Nederlandse zijde. In de oranje ploeg was Van Hanegem niet opgenomen wegens een blessure en had Piet Keijzer zijn plaats moeten afstaan aan Rob Rensenbrink. Deze in de Belgische competitie spelende Nederlander deed op links handige dingen, waarvoor hij door de Belgen vaak hardhandig werd aangepakt. Premier Den Uyl en 67.000 andere toeschouwers vergaten alle olieperikelen toen Nederland na de rust de ene kans na de andere zag mislukken. Vaak overigens door toedoen van de uitstekende Belgische doelman Piot. De teleurstelling aan Nederlandse kant bereikte een climax toen Johnny Rep een niet te missen kans toch nog verprutste. Deze fout van Rep had fataal kunnen worden als de Russische scheidsrechter Kazakov niet zo attent was geweest om in de laatste minuten een Belgisch doelpunt uit een vrije schop af te keuren wegens buitenspel. De coaches krijgen nu de taak het Nederlands elftal voor te bereiden op de wereldkampioenschappen en vooral op het maken van doelpunten. Wat dat betreft kan men in de leer bij dit Nederlands elftal. De onelegante lange broeken zaten de heren niet in de weg toen ze in 1938 de Rode Duivels, zoals de Belgen toen genoemd werden, in Rotterdam volledig van het veld speelden. Voor de rust lieten ze de Belgen nog het gevoel dat het wel mee zou vallen. Maar in de tweede helft werd onze zuiderburen die illusie geheel ontnomen. Beroemd als goalgetter was in die dagen de linksbinnen Kik Smit, die er geen moeite mee had om in deze interland 4 doelpunten te scoren. In de oranje aanval maakten Vente, Wils en Van Spaandonk ook nog een goal. En mannen als Van Heel, Pauwe, Andriessen, Weber en Kaldenhoven zorgden ervoor dat de Belgen nauwelijks meer dan de eer konden redden. Ja, dat waren nog eens tijden. En wie weet, misschien raakt Nederland straks in Duitsland ook wel zo op schot.